Mijn naam is Erwin Peters. Ik ben op dit moment 47 jaar. Woonachtig in Lochem. Eigenaar van Autoschade Peters. Ook wel bekend als ClassicOpel.net. Ook gevestigd in Lochem. We doen grotendeels restauraties van klassieke Opels. Youngtimers. Niet zozeer oldtimers, maar meer youngtimers. En daar zijn we behoorlijk druk mee. Ik zit nu ongeveer een wachttijd van 7 maanden. Dus we hebben de werkplaats lekker vol. En kunnen goed aan het werk blijven. En dat is passie. Het is als hobby geboren. Ooit begonnen met een rijbewijs. Het eerste autootje was een Ascona. Omdat de buurman Ascona reed. En elke zaterdag werd hij gewassen. En ik vond het gewoon een super mooi model. En vanaf mijn rijbewijs, de eerste was dus een Ascona. Een paar maanden mee gereden en helaas kapot, motorstuk. Daarna is het een Cadet C coupé geworden. Ook destijds al een mooie auto, altijd gevonden. En door de jaren heen verschillende modellen gehad. De meeste wel Manta, Ascona en Cadet. En dat is een beetje blijven hangen. En op een gegeven moment aan het werk in autoschadebedrijven. Bij de gewone, normale, reguliere schades gedaan. En van de reguliere schades toch wel elke keer de neiging naar klassiekers, naar oldtimers en klassiekers. Veel Jaguars gedaan, Bugattis gedaan. En dan wil je toch een beetje een nieuwe uitdaging. En dan de nieuwe uitdaging in de vorm van oldtimers. Dus solliciteren links, rechts, veel vragen, veel zeuren. En uiteindelijk heb je dan toch een bedrijf gevonden waar je dat kan doen, de oldtimers. En de restauraties. En dat beviel zo goed dat ik op een gegeven moment wel eigenlijk al het idee had van ik wil dat voor mezelf gaan doen. Omdat je dan het trucje wel door hebt hoe het werkt. En op zoek gegaan naar ruimte, bedrijfsruimte. En niet heel lang hoeven zoeken, maar toch uiteindelijk hier in Lochem terechtgekomen. In een wat ouder pand. En daar begonnen met eerst toch eigenlijk weer autoschade, omdat je daar meer werk in was. En gaandeweg de jaren volgden werden toch wel meer de klassiekertjes en de oldtimers. Ja, op een gegeven moment kwamen we toch wel weer redelijk bij Opel uit. En je maakt veel dingen klaar, veel auto's klaar. En die auto's rijden rond, die worden gezien. Er wordt gevraagd, hey, waar is die gedaan? Waar is die gespoten? Het ding ziet er perfect uit. Dan komen er vanzelf meer klanten. En dat is eigenlijk een beetje hoe het nu draait. Inmiddels nieuwbouw, een nieuw pand gezet. De oude pand werd te klein, te oud, je groeit, je wordt groter en je hebt te weinig ruimte. En je wil vernieuwen, je wil door, je wil uitstraling. Je wilt gewoon netjes goed voor elkaar hebben. Dus vandaar nieuwbouw, nu 3 jaar geleden nieuwbouw. En vanaf de nieuwbouw is het eigenlijk alleen maar bergopwaarts gegaan. Sowieso met werk, het is bijna niet meer doorheen te komen. Dus het loopt goed, het loopt lekker, heel druk, veel uren maken. En veel klanten eigenlijk vanuit de hele wereld wel. In het begin eigenlijk een beetje Nederland, Duitsland, België. Ja, op een gegeven moment krijg je telefoon uit Israël dat er een auto gemaakt moet worden die naar Israël verkocht moet worden en verscheept moet worden. Eerste telefoongesprek lijkt raar. En een beetje vreemd van is het wel te vertrouwen allemaal. Maar ja, als dan de eerste factuur overgemaakt wordt, dan kunnen we van start gaan. En dan kunnen we het project tot een goed einde brengen. Auto afgeleverd, klant zeer tevreden. En vanaf die tijd is het eigenlijk alleen maar drukker geworden. En sowieso die klanten uit Zwitserland, Luxemburg, Liechtenstein, Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Engeland. Eigenlijk overal wel. Overal komen ze vandaan. En de ene die vindt 10 kilometer ver rijden en de andere die rijdt vanuit Tirol rijden ze in één dag 2000 kilometer heen en terug om een auto te brengen of te halen. Dat is wel, geeft wel voldoening. Als je dat zo met je werk met je hobby bezig kan zijn. Elke dag weer, telkens weer, opnieuw, weer mooie auto's maken. Weer klanten tevreden stellen. En eigenlijk is ons doel om toch elke keer de klant weer de verwachting van de klant eigenlijk te overtreffen. Toch weer dat ze met het idee in hun achterhoofd van oké, zo hebben we hem gebracht, dat was hem. Roest, ellende, deuken, krassen, slechte lak. En als het moment dan is dat ze hem op kunnen halen, dan dat de meesten die worden gewoon heel, heel extreem blij.
Dat geeft mij ook wel een stukje voldoening, ja. Vind ik echt wel het mooiste. Het mooiste eigenlijk aan het vak om toch weer de oudere auto's, zeker de Opels, om die toch weer een nieuw leven te geven. En eigenlijk mooier te maken dan dat ze ooit geweest zijn. Want dat is eigenlijk ons streven ook. Zowel binnen, buiten, spuiten, het laswerk, alles. En dan ligt het, tenminste het gaat nu een beetje meer richting de sportievere kant. Dus de rallyauto's, de raceauto's, circuitauto's, maar ook straatauto's met grotere wielen, verbreders. Kleuren van toen, daar hadden signaalkleuren, striping, stickers, rolkooien, dikke velgen. En mensen willen nu niet meer zozeer origineel, maar meer verbouwd, breed, snel race look, rally look. We maken ook wel rallyauto's, carrosserieën voor rallyauto's. In de praktijk blijkt alleen dan dat ze te mooi geworden zijn en dat er dan toch weer een andere auto bij gekocht wordt. En dat dan de auto die hier klaargemaakt is, weggezet wordt als collectors item, als verzameling, als belegging. En dat er dan toch weer met een oudere rallyauto die dan minder mooi is, daar wordt dan rally mee gereden. En dat is dan wel, ja, is toch wel weer een kroon op je werk. Dat dan toch weer de auto's blijven staan, dat er geen rally meer gereden wordt, omdat het toch eigenlijk zonde is.